Hoi mensen, dit zijn mijn top 5 momenten in mijn vorige periode bij FC Utrecht. Op nummer 5 zet ik mijn goal tegen Valletta. Op nummer 4 zet ik mijn 2 goals, waaronder 1 vrije trap bij Sparta uit. Dat hier er met Kerk uit is. Kerk er langs. Van de Streek staat klaar. En daar is gelijk de goal van Zakaria Labiat. Terug van de schorsing. En hoe? 38 seconden had hij nodig. Labiat en Emanuelsson, de mannen die bij deze vrije trap zijn gaan staan. Die gaat gelijk voor de goal. Oh, die zit erin. Wat een schitterende goal van Labiat, niet te geloven. Wat een goal. Op nummer 3 zet ik Zeni thuis. Bij de 1-0 kopte ik hem binnen. Dat is goed, Kluiber. Dat is goed. En nu Kerk. Ja, Kerk. En nu geven bij de tweede paal. Kan hij erbij? Ja, hij kan erbij. Maar de doelman ook weer niet in de rebound. Daar is dan de voorsprong. Daar is dan de voorsprong. Labiat. Het is zo verdiend. Op nummer 2. De 1-2 bij Ajax uit. Waarvan 2 goals van mij. Maar Ziyech is hem kwijt. En daarachter komt Kerk voor de tweede keer. En nu kan hij nog uithalen ook of afgeven aan Utrecht op voorsprong. Ja, dan toch. Labiat schiet hem eerst op de paal. Maar in de 6e minuut leidt Utrecht en onverwacht komt het niet. Kluiber, makkelijk om Younes heen. Daar is Utrecht. Utrecht dat natuurlijk ook die wedstrijd zomaar kan winnen. En daartoe hier een flinke voorsprong neemt. En op nummer 1 zet ik toch, die ik voor altijd zal blijven herinneren, de play-offs finale tegen AZ thuis met 3-0 en doorgaan met penalties. Scoort Barazit, dan gaat FC Utrecht naar de voorronde van de Europa League. Zo niet, dan gaan we nog even door. Hier komt Barazit. Wat een moment. Barazit, hij zit erin. Utrecht gaat naar de voorronde van de Europa League. Bedankt voor het kijken. Jullie zien mij binnenkort in het stadion. Tot snel.